Achter elke schaduw zit een monster. Elke ziel heeft zijn eigen schaduw. In dit gevecht met het licht zijn de meest donkere gedachten de winnaars. Hier lig ik, verscholen voor mijn geheim. Laat ze me niet vinden. Leuk dat je er bent, man. Dankjewel. Ik denk dat jullie me hebben uitgenodigd. En zal je onze andere gast hebben? Hoezo andere gast? Ruikt het hier lekker? Lieve, dit is Joris. Joris, dit is Lieve. Hi Joris, waar heb je je eraan gelaten? Die is al lang dood. Jongens, gaan jullie maar even naar de woonkamer. Gezellig bij het vuur zitten. Ik zorg wel even voor de soep. Even, want hij moet natuurlijk wel lekker heet zijn, hè, lieve? Joris is weduwnaar. Vertel eens. Wat moet ik vertellen? Gewoon, wat je zo al doet. Want dat weet lieve niet. Ja. Excuseer me. Goedenavond, mijn naam is Kruik, dokter Nicolaas Kruik. U moet mij binnenlaten. Ik ben dokter Nicolaas Kruik en u moet naar mij luisteren. Nou, loopt u maar door dan. U stookt een lekker vuurtje, zie ik. Heerlijk warm. Heet zelfs. Maar o zo vernietigend. Wie ben jij? Wat doe je hier?
Mijn naam is Nicolaas Kruik, dokter Nicolaas Kruik. En u moet naar me luisteren. Wat ik te zeggen heb, kan uw leven redden, uw leven en dat van anderen. U kent mij nu nog niet en u weet nog niet wat ik wil gaan zeggen. Ik vervulde u zelfs van enige angst, omdat ik zo ongevraagd uw habitat binnen kon dringen. Wel nu, in vroege tijden waren mensen vervuld van angst voor van alles wat ze niet kenden of begrepen. En die angst ging als het ware een eigen leven leiden en werd werkelijkheid. Heksen werden zo op brandstapels verbrand. Wat men niet in de gaten had, was dat het monster dat zij geschapen hadden niet werd vernietigd door vuur, nee. Door het verbranden van hetgeen zij als monster zagen, werd de kwade geest slechts uitgedreven. In deze stad zijn tot de 17e eeuw 12 heksen verbrand. In mijn hypothese zou het spirituele kwaad zich bij het verbranden van hun lichamen alleen hebben kunnen vestigen in de daar aanwezige eik. Deze eik stond in jullie tuin. En volgens mijn informatie is die 2 jaar geleden gekapt en hebben jullie het hout verkocht, het grootste gedeelte althans, aan de houtcompagnie. Maar het resterende deel van het hout, is nog steeds in jullie bezit. Bij verbranding van dit hout, dus de feitelijke vernietiging daarvan, ben ik bang dat de kwade krachten van weleer vrij zullen komen en op zoek zullen gaan naar een kwalijkere levensvorm, de mens. Wat een ontzettende onzin. Zoiets belachelijks heb ik echt nog nooit gehoord. Is die altijd zo gespannen? Wat heeft dit te betekenen? Dankzij uw gastheer komt u er snel achter. Ga mee. Nu zijn wij in de buurt, lieve. En wat heeft jouw smerige brein voor ons op het menu staan? Heb je honger dan? Ja, maar eet ik jou of eet jij mij? Je bent mooi. Kus me, Nicolas. Oh!
uit het haar.